Marco Dane, Monsieur le Coloriste. Het gaat over Jacques van Looy, de schrijver Jacques van Looy. Ik weet nog dat ik op de middelbare school te horen kreeg dat dat een geweldige grote schrijver was. En dat je Jacob, die drie trilogie, die moest je vooral voor je eindexamen lezen. En ik vond dat ook een hele leuke boek. Ik heb die met veel plezier gelezen. En ook nog drie andere boeken van Jacques van Looy. De driedelige serie De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus. Maar inmiddels is Jacques van Looy als schrijver toch totaal vergeten. En het feit dat hij toen werd voor dat men in Nederland zei, hij moet een Nobelprijs voor de letterkunde krijgen, dat zou nou toch niet meer kunnen, geloof ik. Maar goed, eigenlijk dus overbodig om een biografie over Jacques van Looy te schrijven. Maar hij was ook een groot schilder. En die schilderijen, dat is altijd onderbelicht gebleven, maar die worden dus in deze biografie worden die uitvoerig behandeld. Het is werkelijk een prachtig boek. Ik heb het met enorm veel genoegen gelezen. Die man heeft dat voortreffelijk gedaan. Die Vlaming, die Marco Dane. Heeft het allemaal precies uitgezocht. Hoe dat leven is verlopen. Weesjongetje. Hoe die in Amsterdam uiteindelijk les krijgt als tekenaar. Wat voor schilderijen die maakte. Hoe die hele verhouding was met de beweging van 80. Ja, het is een geweldig boeiende, interessante en wonderlijk mooie biografie. Dus ik wou hem toch heel graag onder de aandacht brengen, want ik heb nog nergens iets erover gelezen of gezien. En het zou jammer zijn als zo'n prachtig boek helemaal in de vergetelheid verdwijnt.